Dag jongen. Veel geluk in Almelo. En dat is 20 meter. Oh, dat dak was ook helemaal goed zo. Je had hem zeggen. Hij zegt. Kijk hoe mooi het ziet, hè. Mevrouw de Duskos. Ja. De boom. Ja. Wat doet u op het moment? Nou. Er is een tijd van komen en is een tijd van gaan. En ik mis hem, nu meteen al. Als hij daar kraakt, dan is hij dood. Maar door de droogte hebben we hier ook al meteen te maken met dat een boom zichzelf niet meer kan onderhouden. En dat de sapstroom niet voldoende is om zo'n hoge boom in leven te houden. Dus over 2 jaar was hij toch door de kevertjes al aangetast. En in die, dat wetende, vind ik het fijn dat hij nu een mooi afscheid krijgt van Almelo. Hij mag naar Almelo, mag nog 1 keer mooi zijn. Dan is het afgelopen. Dit was een boom waar heel veel eekhoorntjes in zaten. Het eekhoorntjesnest is er net uit. Maar we hebben zoveel hier nog omheen, dus die vinden hun weg ook wel weer. Maar ja, dit is de boom die hebben we gekregen, ik wil zeggen als puppy, als kleine boom. 2, broertje van hem, dat is vroeg overleden al, maar deze ging heel hard. Kop van een meneer die zelf een bos achter het huis had. En ja, toch bijzondere bomen om zich heen wel hebben. En die meneer is inmiddels overleden. En nou dus de 2e boom op. Ja, dat is de kringloop. Zo gaat het. Hij ziet er nog prachtig mooi uit, ja. Thank you.